Goedemorgen, het is vandaag zondag. Oh, en die zijn samen aan het knuffelen. Oh. Mijn slaaphoofd. Ja, mijn slaaphoofd dan. Ze heeft net gegeten, ze heeft vanochtend super goed gedaan. Want ze heeft om 11:30 een voeding gekregen en toen kwam ze pas weer om 16:30. Dus er zit 16:00 tussen. En daarna kwam ze om 19:30. Dus er zit weer 16:00 tussen. Zo fijn, hoe langer zij slaapt, hoe langer ik kan slapen. En ja, ik ben gewoon eigenlijk wel heel benieuwd wanneer ze nou gaat doorslapen. Mm. Dus dat is fijn. En nou 3:00 later, hè? Ja. Maar goed, dat is prima. Als ze s'avonds 16:00 tussen laten, kan papa en mama ook weer een beetje langer slapen. Papa niet, want papa kwam pas om 14:30 thuis. Dus ze heeft 30 minuten kunnen slapen toen zij weer kwam. Dus. Vandaag moeten we boodschappen doen. We moeten even denken wat we allemaal gaan halen. Food, yes. En Roy moet sowieso even naar zijn moeder, want die moet zijn werkkleren daar ophalen. En het kan zijn dat hij alleen met Isabel gaat. Dan ga ik weer thuis nog even dingetjes doen. In alle rust. En misschien ga ik wel mee, ik weet het nog niet. Heel fijn als ik dingen kan doen zonder gestoord te worden. Maar quality time met mijn gezin vind ik echt zoveel belangrijker. En eigenlijk kan dat alleen maar op zondag. Omdat Roy 's avonds ook eens werkt op vrijdag en zaterdag. Dus ja, het is wel heel belangrijk. Ik word gebeld hier. Ja. Een beetje, ja. Oh, ja, dat is wel heel belangrijk. Ja. Wait for it. Toen viel die uit. Ah, dat is jammer, hè? Yum. Is het zo goed, schatje? Ja. Nou, ik heb uitgevogeld hoe het werkt. Oh, is ze niet schattig, onze kleine baby burrito? Zo, we zijn ondertussen helemaal uit bed, helemaal aangekleed en gedaan. Ik heb boven opgeruimd, dus creatief. En we gaan nou even naar mijn schoonmoeder, want Roy heeft daar dus werkkleding liggen. En die moet ze even ophalen. Ah, hallo. Hallo tegen de mensjes. Hallo. Hallo tegen de mensjes. Zo zielig, ze heeft last van baby acne. Hallo! Ja, ze is hier op plukjes. Ze is punk. Hallo! Oh, ze heeft echt een droog huidje. Ik ga even op zoek naar of ik iets op haar huidje mag smeren daar. Want zo zielig. Pseudocreme of Bepanthen, zou dat mogen op de babywangetjes? Check die lucht. En dan vind ik het altijd wel gaaf dat die zon erop staat. Het provinciehuis, dat is echt een leuk plaatje zo. Dat is nou met die kraan wel in de zon staat. Ja, maar sowieso ook die gebouwen. Dus. Cool. Er zit een aardig buitje aan te komen. Ja, het is wel echt vet donker. Het is van de kerstboom van de zolder. Daar had hij aan de ene kant wat slaapkleed, aan de andere kant het leefgedeelte. Ja, dat is fijn, ja. Nou gaan we de kerstboom zetten. Oh, ik hou van kerst. Ja. Totdat ik weer moet gaan werken. Net zoals ik kan. Laatste week van mijn kerstvakantie. Nee, niet meteen na de kerst. Of van net week? Zoals ik altijd deed, tot 3 koningen. Nou, als ik mijn auto nieuw op stap ging, ja, dan kwam ik als thuis. Ik als op de beneden kwam, dan was kerstboom weg. Nel, jouw stoel staat eigenlijk in de fik. Ja. Ja, kijk maar aan met de kaasje. Ja. Mag voor die stoel niet uit, maar ik heb mijn dochter vast. Dus. Ja.
Het is ondertussen bijna 8:30 s'avonds. En wij gaan zo meteen Once Upon a Time kijken. Want de nieuwe aflevering is vrijdag weer uitgezonden in Amerika. En we hebben nu tijd om te kijken. Once Upon a Time is een van onze favoriete series. En dat kijken we ook altijd. We volgen het samen. En het is, ja, wij vinden het tenminste echt een aanrader. Zeker als je van sprookjes houdt en van fantasy. Top. En ik zit ondertussen in mijn badjas. Die heb ik eigenlijk nooit aan. Maar wel gewoon mijn pyjama en zo. Maar badjas eigenlijk niet. Maar ik heb het zo koud. Dus die heb ik lekker even aangetrokken. En even kijken. En dan is vanavond de European Music Awards op televisie. En die wil ik ook kijken. Ja, nou dat was het wel weer zo'n beetje. Wat interessant. En hopen dat jullie het leuk vonden om weer te kijken naar een nieuwe aflevering van Keeping Up with Natasha. En dan hoop ik jullie natuurlijk de volgende keer weer te zien, oftewel morgen. Doe een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer je natuurlijk op dit kanaal om meteen de nieuwste video's te zien. Woehoe! Houdoe!